Hey kijkers van de Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe GTA 4 video. Ik ben net weer gebeld door wie was het? Door die UL gewoon, UL. En we moeten nu naar Little Jacob. Er was iets met Little Jacob, als ik dat goed begrepen heb uit het telefoontje. Dus daar gaan we nu naartoe en dan gaan wij even kijken, want volgens mij is er weer verraad in het spel of zo. Ja, er is in ieder geval iets aan de hand met die Rasta. Ja. Oh, nee. Ja. Goed zo. Oké. Wauw, wat een mooie brug hier. Maar we moeten dus naar die Little Jacob. En ik heb geen flauw idee waar die nu is. Dus ik volg gewoon even de TomTom. Oh, politie, kijk uit. Goed zo, oké. Is het nog ver rijden? Ik hoop het niet. Ik hoop het werkelijk niet. Dit is weer een of ander industrieterreintje. Oké, leuk. Is het hier te doen? Ja, het is hier te doen. Wauw, geweldig. Oké, wat is dit hier allemaal? Een helikopter? Oh nee, dat meen je niet. Een helikopter. Oh. Oh, serieus? Hey, Jacob. Daar zit hij al. Hij zit, Little Jacob zit in de helikopter. En ik moet gaan vliegen. Dat komt niet goed. Dat komt echt niet goed. Ja, ik kan het een heel klein beetje, maar het is wel lastig. Oh, wat is dat dan? Wie is dat? Oh nee, moeten we nou serieus een helikopterachtervolging gaan doen? Oh nee. Dat meen je niet. Oh, hier heb ik... Dit gaat echt niet goed komen. Ik moet dus nu gewoon een... Kijk hier, we gaan helemaal scheef, joh. Ja, hoppakee, vooruit. Ja, goed zo. Waar is die, die andere? Control? Oh, dat werkt nu niet. Dat werkt niet, verdorie. Oh, wacht, daar zijn ze. Ze zijn daar. Follow the target. Ja, daar ben ik mee bezig. Doe even rustig, alsjeblieft. Oké, nou. Ik zie hem. Oh, hij draait. Hij draait. Waar gaat hij nu naartoe? Nee. Oh. Shit. Hij gaat iets lager en... Waar gaat hij nou naartoe? Nee, ga alsjeblieft niet tussen die gebouwen door. Nee. Oh, nee. Nee. Shit. Oh. Oh nee. Dit komt toch niet goed? Shit. Oh nee. Kom op, ik haat helikoptermissies. Dat weten jullie. Oh, oké. Nou, ik ga dan hierover. Maar nu ben ik hem wel even kwijt. Ik ben hem nu wel echt even kwijt. Nee, je moet rechtdoor, joh. Ja, ik weet dat ik hem aan het verliezen ben. Waar is hij nu? Nee, is hij nu weg? Moeten we overnieuw doen? Oh nee, serieus. We hebben hem nu alweer gefaald. Oh, dit is echt slecht. Ja, ik wil hem overdoen. Overdoen, yes. Oké. Nou, nog een keertje proberen dan maar. Hè? Waar zijn we nu? Serieus, nu moet ik helemaal naar daar lopen. En ik ben lui. Ik heb daar toch geen zin in om hem... Waarom zetten ze ons niet gewoon daar vooraf in plaats van hier? Want het is daar te doen. Vind ik een heel klein beetje raar, als ik eerlijk mag zijn. Maar ja, ik mag natuurlijk niet eerlijk zijn. Meh. Nou, we gaan weer een keer in de helikopter. Oh, jeetjes. Dit is toch niet gezond? Dit is niet gezond. Ja, en dit heb ik al gezien, dus dit hoef ik niet meer te zien. Hallo? Ja, goed zo. Nou, dan gaan we het nog een keertje proberen. Radio mag uit. Dat hebben we helemaal niet nodig bij dit. Ik moet... Oh! Nee, waarom? Wat? Nee, mobiel, ga weg. Ik heb jou niet nodig. Zo. Oké. Oh... We gaan het nog een keertje proberen. En hopen dat het nu wat beter gaat. Dit is echt zo lastig. Helikopters in GTA 4. Ja. Nee. Gewoon niet eigenlijk. Dat werkt gewoon niet of zo. Heel raar. Ze reageren heel raar als je
ja, je muis een heel klein tikkeltje beweegt. Trouwens, met je muis werkt het bijna niet. Ik doe het nu met mijn numpad, alleen dat gaat ook niet goed, want ze reageren gewoon niet fatsoenlijk, die helikopters. Echt niet. Dat is wel echt een heel groot foutje geweest in het spel. Oh. Nou, we zijn... Nee. Oh. Dit ging helemaal net goed. Oh, nee. Ja. Dan die kant. Oh. Holy shit, hé. Ze maken het wel erg lastig. Hier heb ik toch niet om gevraagd. Ik vraag toch niet om... Kom, we gaan een wedstrijdje doen. Wie kan het dichtst langs een gebouw vliegen? Wat? Oh, nu is hij in één keer daar. Rijden. Dat is niet echt rijden, dit is vliegen. Dan moet je niet echt rijden. Oké, we gaan nu denk ik het water over. Denk je ook niet? Ik denk van wel. Nou, ik ga een beetje hier blijven vliegen. Ietsje naar beneden. Nee, niet ietsje naar beneden. Oh shit, hij gaat onder die brug door. Die gast is gek. Oh, nu gaat hij draaien. Nu gaat hij weer draaien. Oh, nee toch. Dit is echt niet gezond hoor. Trouwens heeft die helikopter... Take a shot. Nee. Serieus? Hoezo? Oh, ik moet hem nu... Wow, holy shit. Hij gaat hem gewoon... Oké, die is raak. Die is... Net niet. Ja, en een beetje vliegen. Sneller vliegen. Helikopter, sneller. Oké, naar beneden. Ga naar beneden. Die is niet raak. Of wel? Jawel, die is raak. Jehoe, vuurwerk. Yes. Oké. Daar gaat hij. Boom. Haha, lekker voor ja. Ik weet niet eens wie het was. Ha. Nou, dan gaan we maar weer even draaien. En nu moeten we terug, natuurlijk. Helemaal terug. Oké, nou, daar gaan we. Drop Jacob at the helipad. Nou, daar gaan we nu mee doen. Of daar gaan we... Ik zeg ook allemaal rare dingen. Ik zei net iets. Ik zei gewoon iets samengevoegd. Ik zei, dat gaan we nu doen. En ik zei, daar ben ik nu mee bezig. Maar dan in elkaar. En volgens mij is het hier te doen. Als ik me niet vergeet. Ja, het is hier te doen. Oké, ho. Ho. Nee, omhoog. Shit. Wow. Ik draai even, draai. Oh, nee. Je moet daar landen. Ja. Yes! Ik heb een mooie landing gemaakt. Alleen de tweede landing dan. Die eerste ging niet zo goed. Toen vlogen we iets te ver door. Yes! Hier stonden we net ook, alleen toen was het fout gegaan. Haha! Lekker dan. Nou, dit was het al. Ik denk echt van, hier gaan we zo lang over doen over deze missie, maar het valt best wel mee. Het was niet, ja... Het was wel moeilijk, maar het is ons goed afgegaan. En dan ga ik na dit telefoontje de video afsluiten. Dus ik ga jullie vast vragen om even dat groene duimpje achter te laten en even te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En dan laat ook even een reactie achter trouwens. Dat is altijd leuk om te lezen. Ik ga denk ik wel meer met de reacties doen. Ik ga meer interactiviteit met jullie doen. Dat wil ik graag, omdat ik dat leuk vind en zo. Dus daarom, ik ga meer in de reacties kijken en ja, ik kijk altijd al in de reacties, maar ik ga ook meer beantwoorden als jullie dat, als jullie dan een vraag stellen of zo. Dus ik ga zeker meer, meer reacties beantwoorden. Maar dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie graag terug in de volgende keer GTA 4 of een andere video. En dan zeg ik voor nu gewoon doei!